open. Mijn handen op haar jippen. Zij move aan jou zo lekker. My bike en doe ik bitter. Zij krillers, smaak om bliss. Zij is bewust, zij gaan niet mis. Als je tempo, oh ja, mas te wekken. Arriveren, online baba. Ben mas te gaan, oh ja, baba ze gisteren. Ben mas te stuffelen, yes ja. Wat arriveren, zij kan proberen. Oh ja, aya net zij. Ja, Jolana, wat zij. It is a walk with Mel people. Die Temple Boys het gearriveer. Jullie moet het geloos. Wat alipad boos. Lekker vibes. Ik is baie excited om jullie hier te het. Jullie maak waves. Allemaal ken van jullie. Maar wat die van jullie ken. Jullie interessante namen. Geef ons introductions. Wie jullie is en jullie karakternamen ook alsjeblieft. Oké. Okay, jullie ook toe moesten arriveren. Ja. Online baba. Lekker. Teriana. Ik heb Ronin Mr. Stuff. Laat die stuff meister. Jij, jij, jij. Gestedli Mr. Wekom. Ons weggie. Die presence het wat hulle nie gaan raal en gaan my so man. Beautiful. Kijk, hy naam is baie interesting. Ek wil gewoon weet, hoekom hy naam, hoe het julle gekom op hy naam? Wat beteken het? Okay, ek is het general van gaan. Ek is die input, ek is die output, ek is alles. Sisa, as in en out om jou plek ken. Oos week van onder tot boe. Hallo, hard werken. Mister Weko. Hallo, om jou plek ken. En jou na, ik weet dus of je moet vragen. Hoe kom je? Los het daar. Als het maar daar los. Was dat stafle? Assume jylle maar. Ik, ja, assume ja. En jou naam? Ja, yeah, I'm the life of the party. The life of the party? Meaning arriveren, ja. Ah, lijkt ze zo rustig. I am. Is het? The quiet one. It's a lie, ne? It's a lie. Is het? Yeah. Zeg of me wat jylle gaan meet en hoe, ja, hoe die move begin. Ik en Teliano en Stoffel uit elkaar op school ontmoet voor Chetley ook later. Dus was ik op Ian school, Ravensmead door school, 7493 jaar. Jee, kijk hier, die baie belangrijk. Jullie ken jullie adres. En dan wil ek gewet het nou, jullie, I mean, Osino, nou, die goed gaat viral en like why. Maar vat ons terug van naar die dag toe het begin het vir jullie. Like waar, hoe en waar het begin. Hoe het jullie besluit, kijk ek ons doen die move? Het begin in een kamer. Tot in een sold out show. Wauw. Ja. We zijn van niks af begonnen. Ja, we zijn net aangekomen. Maar wat heeft jullie laat maken? Besluit jullie wel die move doen, man? Oh, ik is een bond artist. Dat is het? Zij het, like, is het? Ja. Zij moet like, erken jouw talent. Dat is belangrijk. Ja. Lovely, lovely. Ken jouw waarde. Lovely. En hoe het jullie besluit ook dat jullie dat gaan doen? Wie was die initiator van het? Ik ben talent. Ik ben talent was pas in de musical. Oké. Toen voel ik me net, ik wil voor mijn jou. Oh. Dus ik wil ook doen wat ik doe. Dat moet voor mij ook kan leren zo. Kwaai. Ja, toen meet je allemaal langs je pad. Het was eerst alle twee. Je had gelopen op je pad en toen meet je elkaar. Ja, op je pad. Nee, toen op je pad. Ik weet wat je meen, ja. Was het zo. Toen kon ik. Okay. Toen kon ik kom. Ik doe pauze met ons samen. Temple Boys. Ja. Almighty Temple Boys. Almighty. En die naam Temple Boys? Hoe kom Temple Boys? Hoe kom je Cake Boys? Hoe kom je Huis Boys? En hoe Kamer Boys? Die tempel representeert elke naam wat die wat die man zegt. Dat? Ja. Dat is die tempel. Die is die tempel. Zoals ik nou join, als het nou, want ik is M. Sinds de tempel. Oh, ik heb nog gedacht, ik kan join, maar oké, dat is mis voor me. Zagen jullie weg? Als dat zagen jullie weg? Oké, cool. Zeg voor mij hoe het gevoel de eerste keer dat jullie nou zien, jullie song gaan viral, dat jullie gedacht het gaan gebeuren? Dat is mijn eerste song. Wie komt op en nou? Is het? Ja. Toen ik begon te recorden, dat was mijn eerste show. Dus zij is het geblest, het geblest, het geblest. God's gift. God's gift to the people. Nee, kwaai man. Zeg voor mij vandaag. Een man zien was nou die result. Ik het voor, net al voor hij voor ons begon te recorden, toen zei hij het in een kwaai record bij jou. En ik kon niet verduidelijk voor mij die move. Volgens mij ken je in de regige studio. Is het? Bij mensen zeggen. Hela, maar kie het hier, maar kie hij. Nee, maar hele kwaliteit is kwijt. O, staan op in die ogen en nog eens zo'n een gezicht was hij. En het leen record of zo, maar. Die mic leen op mijn boos. Zoals die? Ja. Als op mijn boos. Het gaat over hoge record, het gaat over die kwaliteit, het gaat over die message wat is uitbrengt voor de mensen. Oos kan maar een waar record in. Oos moet je in een studio wel staan in. En ik denk dat is wat het ook kwaai, maar ik weet niet wat, wat voor mij kwaai is, is dat jullie dan nou hoop gee voor die mensen wat, kijk, wat misschien niet het die. Zij weten wat ze het. Verstaan ze, jullie het niet nodig om te wachten. Het is die Temple Boys, mensen, wat gevonden gebruik, it's a walk with me, I'll don't go anywhere.
En as ons terug mense ook met Mel, Temple Boys is in die gebouw. Kyk jy, hulle is heeltemal viral gegaan en soos hulle gesê, hulle het maar begin in die kamer, hulle het die baie goed nodig en die is so cool. Because het gee hoop vir mense wat sê, ek weet nie wat om te doen met my lewe nie, hulle het so met hulle eie ding net begin. En ek weet obviously met die fame, kom maar ons nou maar challenges ook, you know. So ek wil daar aan gaan, ek wil vir julle, ja ek en vraag, wat is die challenges wat julle so ver gefuis het te gaan begin by jou? Ja, met my. Mm-hmm. Oké, okay, my challenge was my schoolloopbaan en die double bookings. So hy het geïnterview met my school ook. Toe drijp ik een jaar voor die school. Wat lekker leek het nog een slag met trik van Sarah. Lekker man, lekker. Hij is jelle van mij op die college. Op die college het dankbaar aan het raak. Want ik was op een military program. En hij moet zijn blis en goed is. En, was bij je focus, ne? Ja, maar... Nou, ik kan niet met een blis gaan performen of zo. Hoe kom je? Maar dat lijkt snaaks. Nee, is cool. En dit met mijn school heb ik ook gedaan. Dus van, ik kan niet een stadion uit die van die bookings was te veel. En zo kan goed. Zo ja. Maar is het nog bij school? En ik heb ook bij een minderke. Ik ga lopen. Van, ik word ze laat bij de huis zo. Volgende gig live, ja. Volgende gig. En het is om je balance te vinden nou, ne? Maar ja, ik loop nog kijk. Maar is het nog bij die school? Stadion is nog bij die military? Ik wil ja. Even nog eindelijk voor drama. Gaan studeren. Naar drama college te gaan. Gevaarlijk, zolang ze gaan studeren. Ja. Zolang ze aan gaan studeren, dat is important. Ne? Ja. Kwaai man. Hier is zo met de week ongeveer. Challenges. Ja. Maar ook eens praten, ik wil nog eindelijk over praten. Wat doe je praten over die challenges? Ik was bijna rustig, wat die jaar was zo hard geweest. We zijn hier gemaakt. Het was grateful. We zitten samen elkaar staan, die alles. Dat is important. Ja, jou kan? Die jaar was voor mij baie gauw, want ik had plenty challenges gehad. Mm-hmm. Ja, like, soos ik begin bij mijn schoolloopbaan, mm-hmm. ik moet sacrifice maken voor mijn muziek met mijn mm-hmm. schoolloopbaan. Mm-hmm. Maar dat was een goede sacrifice. En die second was die double bookings, wat mm-hmm. was uitgeput het en zo. Mm-hmm. En dan is het dat was eie mens ook voor ze afdruk en zo. Maar die motive is, als hulle kan afdruk, dan kan zij opdruk. Asat, kijk het op jou plek in. Zie? Als hij het op mij, bouwen, brug, enkel oor. Asat. Lekker zij. Obviously challenges, maar wat is die visie van jullie, man? Ik ga weer bij jou beginnen. Sorry man, dat is die starting point, sien zij. Wat is die visie van jullie? Ja, ken wat zou jullie zeggen, is die visie van jullie? Even voor jou als individual of voor jou als part van die team, wat is die visie? My vision for us as Temple Boys is just like to grow internationally. Sure. To be performing in other countries. And Beautiful. My vision for us as Temple Boys is om altijd samen elkaar te staan. Mm. Met de wat aankomen mensen, draaien voor af te breken. We altijd samen staan. Sure. Standing. Wat is dat weer? Mijn is niet dat. Ons moet ons net zo hou. Ons moet net meer songs maken. Mm. En niet stop met wat ons doen. Ja, so lovely. Okay. Die visie is, ons gaat het doen. Mm. Peter is allemaal wat het gaat doen. Maar met die divisie is, dat is die ook uplift. Mm. Van mensen inspireren. En, sure. Ja. Ik weet niet, jullie maken maar zo'n emotional jubie zo, man. Ik is oor. Weet je wat is mij kwaai, ne? Het is mij belangrijk dat jy het nou fame gekry, ne? Maar jullie blijven nog steeds grounded. Het is baie belangrijk om grounded te blijven. Het gepraat nou van music. Is een nieuwe music op pad? Ja. Klomp. Is een nieuwe album? Is een album? Kom zelfs met mij oor die nieuwe album of oor die album? Als ik klaar je een release december, man. Is het? Dat is maar net om wel wakker te maken. Lekker. Wat is die naam van die album? Young Colored Excellent. Ons is excellent. Not the best. Excellent. Excellence. Met een CE. Met een CE. Alle verwacht nieuwe muziek nou in die nieuwe maanden. Gaat jullie nieuwe muziek het? Cool. En zeg maar gewoon, waar krijgen jullie inspiration when it comes to your music? Want jullie allemaal schrijven natuurlijk, right? Ja, ons allemaal schrijven. Mm-hmm. But, ik kan niet zeggen waar het vandaan afkomt, maar als je niet daar, als je het nodig hebt, dan is het daar. Of het jullie misschien staan ze op en besluit ik wil vandaag schrijven over een stoel of over een... Ja, hoe, nou zeg van mij hoe. Als ik nou, ik kan gram, hoe is het misschien nog aan, dan is het daar ergens. Nou speel haar misschien een gewone song. Dan zal ik misschien mijn phone uitdalen, dan schrijf ik op mijn notebook vandaag, dan zien gram ik schrijf. Dan ga je het voor, moet ik ook klikken, maar ik moet ook schrijven. Moet niet liggen. Zoals kom in de studio, het is genoeg. Moet niet zoeken. Zo jullie. Alles is op je notepad van je phone. So jullie allemaal schrijven individueel, schrijven jullie niet samen? Wauw. Wauw. En dan wil ik op je praten over gigs. Waar jullie nou al performen?
Dit is een paar. Geef mij wat is kom ik zeggen voor mij besides jullie land. Wat is jullie favorite shows geweest met jullie nou? Geeks. Geef mij, geef mij, gaat die beginnen. Die DSTV festival in Mitchell's Plain. Ja, jullie wel kan zijn. Die DSTV festival. Hoe kan die altijd mijn festival? Dat was die DSTV festival. Dat was de beste. Wat een kwijt. Van mij. Plek wat hulle my so geruk en plik het, hoe jy linksing. Het hulle geruk en plik? Ons het so na soeit as uitgekom, ek was so lief. Was die mense so excited? Hulle was excited. Soos loop, soos like loopen nie, om taxi toe te gaan en dan trekkelen vir jou stikken. Maar as jy dat, as jy dat, hulle wil ons al sien maak, hulle wil net excited. Wow. Weet jy, hulle is die eerste keer, oké, is nou nie een kiekie, maar ek is ek, experience. Die arriverend bitch. Die arriverend bitch. Like. Waar het gebeur? Die eerste moment. Enjoy allemaal voor hulle. Allemaal is like lekker waar. Je bent ook klaar voor hem nou. The next moment. Dus die beste WWE Royal Rumble show. Waar het gebeur? Er was loud sitting in de mensen. Gewoon moest die wijn beginnen aan hulle body control. Oh ja. En toen die loudsetting gebeur en toe? En toen begon ons net hoor van die bierbottel wat vlieg. Wat? En toe wat maak julle? Dit was 'n boos, ons was protected, Dus oh, like dit is kan baie sou as. Hey? Ja, en die Leidens, as jy Leidensburg na. Like Leidensburg se vernuwe naam. Leidensburg. Leidensburg, ja, sorry. Wat ons het perform, toe wat ons klaar perform het, toe kan al die kinders hier en skree. Julle gaan die huis toe nie. Allee, ek toe gesluit vir ons, laat ons hier uitgaan nie, en ons moet by jou niks kieke kom. Ons by jou niks kieke te kom, liggie. Ja. Hulle wil die dek opgemaak het, hee. En toe, ampers is tzakkie popies, wat die goed daar. So, jy is Michael Jackson famous. Ja. Ja, het al baie mense om ons voors omgekap. Moe nie liggie. Hulle staan so. Is hier het so? Heile look. Hulle heile. Hulle pauw om. Maar kan ek gewoon veel vraag? As het die veel te veel som dit, hee? Als het die veel te veel. We love actually all the support we get in. Wow. Je wil alle jaren, paard van die boys to men. Hij is boys to men. Je is een boys to men. Boys to men. Ik is baie, baie blij. Baie geluk op jullie awards. Jullie doen veel awards gewik? Doei. Wat de awards is het? Wat is die? Wat is het? Upcoming artist, en song of the year, Sagies. Wat Sagies? Kreolaan is wat zo mij waarij. Waarijom, papi? Dankie voor die mensen wat ons support, baie lieve jylle, hou aan, ons ook aan, Aishimak. Beautiful. Ek gaan nou vir julle nog een laatste twee vraag, ek weet julle is nou als ek een moe van my, maar ek like het met julle. Kijkie, ek gaat julle nou vraag social media, maar wat de advice wil julle? Ek gaan met jou begin, actually. Nou, ga ek hier voor my bietje kan. Advice vir die mensen. Ja, vir mense. Wat ek doe net advice, jy gaat nog maar by hom begin. Advice, moet ek gaan begin, Wat die advice wil jy vir jong mense, vir jy lighties miskien, groot mense, wat die advice sal jy gee vir mense wat nou? Ja, soos ek sê, as baie mense uit, sal my net net ignore sal. So gaat sê, hulle sien ook, sal jy nie vir hulle plak om iets te doen nie. En hulle uit op jou, hulle wil jou afdruk. Als ik nooit, ze gaat aan met jou leven. Ze doen niet jouw ding wat zij wil doen. True. En staan samen, hij is het enigste ding. Baie belangrijk. Van als je één af is, is ons allemaal af. Daar zit. Niet één af en twee heb je of drie. Dat gaat nooit werken. Beautiful. Hij is het enigste ding. Zo als je af is, en als iemand wat samen af is, dan jullie staan samen. Dat is mijn punt. Breng die man. Ik breng. Ik word aan het zeggen van nou, halleluja. Ik laat dingen. Ja, geen man in jouw kans, ja. Ik wil net voor de jongen leidt is apart te zien. Dat allemaal nooit bang wees om weer te wees. Van, hij was altijd wat hulle aan het gaan. Hij was de tijd wat hulle aan het gelachen voor Tempo Boys. Maar nou is Tempo Boys die beste. Hij was de tijd wat hulle gelachen, maar ik wil net voor de jongen leidt is hier. Om nooit op geloven in jezelf. Tjoo. Dank je voor dat. Nee, maar daar is een kwaai in, want bij jou, nie wees ook om zeker veel kwaai, bij jou mensen voel, hulle vat die anie man. Bij jou mensen voel, yo, ek is weird. Maar nou, hy geen over hy oop, sien sy. So, het is het oors van gam op die meepo zet. Sy is bij jou. Advice. Laat gam cool gemaakt, kijk je. Oké, okay, ja, voor mij is het always be the best version of yourself in ieder geval. Sure. Ik wil die sjange sê, so stel die ja, nou, mijn alles, mijn wat die zag, alles het. Wat?
Hou aan met me, laat niemand je mind shit change. Because once je wat daar laat change, dan verloor je jezelf en dan laat je goed doen wat je niet wilt doen. Niet zo. Sure. Geloof in jezelf, het is een individual. Like, niemand kan weer je zien. Sure. Kijk, een laatste vraag, een laatste dingetje gewoon. Jullie zijn moest nou, mensen gelach voor jullie. Jullie eerste gigs, was dat bij je mensen of niet? Honestly, en waar was jullie eerste gig? Mijn eerste gig, like was in de eerste liedje in Mitchell. Het was een crowd. Like, niet een crowd wat in de eerste zal ik spreken, maar het was een crowd. Oos was gecover geweest. De camera's was Harry Flash, lights was op Oos, spotlight was op Oos. Oos het was op Wai gepijf. Oos het was op beste ook al gegeven. Ja. Oos het. Oos het alles kon doen. Het was je man mensen, het was ook niet te veel, maar het was... Zo right. Ja. Mild, zo mild. Maar vanuit het was die gigs net vol. Was net vol. En wanneer werd die tijd gemaakt, die song? Heeft hij één song het tijd gemaakt bij jullie? Die album. Heeft hij die hele tijd gemaakt? Hij was al bij je songs, zoals Arifier en Week, en wat al klaar. Wat klaar, hij heeft gekregen. Hij had maar niet een naam gepijf. Wat en toe zag je ze nou komen en toe. Dus het woord uit. Oh, en wie maakt die choices voor die namen van die songs? Amon. Als we niet wat die chorus. Oh, chorus en dan maak je er die. Lekker. Something like that. Stoffel is je, of zit bij je iets. Het begint bij 2002 en slaat in spaat. Als we niet Temple Boys het op een professional manier begint te werken. Toen wat ons je album koud EP toe. Drop to Wekos volgens booking, zo zit het ook via professional en zo het was net volgens die rules geweken en zo. Kwaai. Na jullie kwaai, ik is zo trots. Kijk, social media, waar kan die mensen jullie vangen, waar kan die mensen jullie boeken en ook. Oké, okay, eerste dag gaat jullie voor zeggen, waar perform jullie niks naar social media? En je gokie, bij jou, is jouw personal social media of? Temple Boys. Where can people catch you guys? Ja, laat ik eerst beginnen. Oké. Okay. Ik wil net zeggen, als een klomp fake account van Temple Boys. En als maar je het zegt, weer kom Facebook account. Fake account? Ja, en als een klomp fake manager zoek. Zo van nou af, als week van een e-mail af. Hij moet e-mail. templeboyscpt7493@gmail.com. Je gaat het laten opkomen. Dat kan het nou krijgen in een week. Lid van e-mails af. Niks meer van. Niks van WhatsApp en. Vandaar begin die moeilijkheid. 100%. Zo e-mail en dan ook je social media. Wat is je rechte account? Van TempleBoyCPT. Je zal zien. De likes. TempleBoyCPT. Je moet het ook verify. Als je op Instagram. Je is op Instagram zo. Zo die fake account zou moeten gaan verify. Zien ze wat ik meen? Ja. Zo die mensen wel weten. Verify. Die verify TempleBoyCPT. Is op Instagram en op Facebook. Ne? Ja. Oké. Lovely. Is dat TikTok account ook? Hé? Ja, zijn die mannen zijn gewoon van tijd. Wat is een individual? Mijn skof. Geen individual. Officer Raunen. Mr. Stuffelen. Lovely. Zet. Derry Mastara Vieren. Lovely. Zedli, maar sta weer een TikTok-account, go follow me, please. On TikTok, als net, Instagram, Facebook, Talan Adams. Lovely stuff, mensen, dat is die Temple Boys. Kom ons leren om ons mensen te supporten. Ik weet ons heer het klaar. You know, ik denk, jullie doen een amazing week. Kap aan met wat jullie doen en ik denk, jullie terecht een mindset. En ik is fysieke dingen gaan nog veel bij je groter gaan internationally. Shout out, dit is a walk with Mel. Thank you so much for tuning in.